Bij andere sporten hoeven we helemaal niet lang te wachten. Want dan staan we volop in de belangstelling. En zijn we als Nederlanders denk ik ook wel zo'n beetje de beste. Hoewel in het geval van Kjeld komen de Nooren er ook wel behoorlijk aan nu. Maar goed, het was vandaag in ieder geval feest voor de Olympische en Paralympische wintersporters. Team NL won tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang maar liefst 20 medailles. En de Paralympische wintersporters sleepten er nog eens 7 binnen. Groot succes dus. En ze werden voor het eerst samengehuldigd. In Den Haag mochten daarna nog langs bij de koning en de koningin. Hebben jullie het geweldig gedaan. Miljoenen mensen keken naar jullie prestaties. En wat hebben we van jullie genoten? Kjeld, ik vind het een eer dat ik je mag vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om je te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ja, aan tafel dus schaatser Kjeld Nuis met 2 keer goud en snowboarders Chris Vos en Lisa Bunschoten met allebei zilver en nog een bronzen plak erbij voor jou ook, hè, Lisa. Allemaal gefeliciteerd. Was het een leuke dag voor jou? Ja, zeker. Was echt heel leuk. Ja. Kende je de koning en de koningin al? Ik bedoel, had je ze alles ontmoet en zo? Ja, na Sochi mochten we ook langs bij de koning. Het was wel heel erg leuk. Toen had ik geen medaille, maar mochten we toch langs. Dus het was voor mij de 2e keer. En jij? Ja, voor mij ook. En, het wordt dan gewoontjes eigenlijk. Nou, dat niet, zeker niet. Het is super bijzonder dat we daar mogen zijn. En, Maxima zat bij ons in het vliegtuig terug. Ja? En prinses Margriet was er bij ons bij de Spelen bij. Ja. En Bruno, de minister. Dus ja, die waren met ons aan het feesten. Dus dat was mooi. Bruno. Ja. Bruno, Maxima. Ja. Hartstikke gezellig allemaal. Voornaam, ja. Ja. En kennen ze jullie dan ook een beetje goed? Merk je dat? Of, Prinses Margriet, die... Die wel, die stond ook echt juichend op de tribune en in het finishvak. En gaf een dikke knuffel na de race, dus dat was wel echt heel mooi. Leuk. Dus ja, dan merk je wel hoe ze toch allemaal meeleven. Ja, de koning en de koningin zijn echt gek op schaatsen, volgens mij, Kjeld ook, hè? Ja, het is echt... Want je ziet ze eigenlijk altijd. Als er echt een grote gebeurtenis is, dan merk jij dat ook. Ja, en dan zijn ze er niet alleen, maar dan zijn ze ook goed aanwezig ook. Ja. Willem-Alexander, die juicht echt gewoon. En dat is echt supermooi. Ja. Ja. Heb je een beetje contact met ze doordat je nu zo'n fantastische schaatser bent en zulke fantastische resultaten boekt, dat ze jou dan aanspreken? Nou ja, dit zoals vandaag was voor mij dan de eerste keer. En ik vond het ook zeer bijzonder. En ik had de koning dan, die was bij de huldiging 1500 meter... dat ik met Patrick Roest stond te wachten op de trap om het podium op te gaan. En dan zeg ik van, ik zei, Patrick, de koning gaat met ons mee. Nee, ik mag met jullie mee, zei hij dan. Oh, weet je, en dan is je echt, die beleving is gewoon, hij is echt sportfan. En dat is wel gaaf. Hij mag ook Kjeld zeggen. Of... Ja, precies. Nee, hij mag mij gewoon bij mijn voornaam noemen. Ja. We hebben nog wel een grappige foto. Want dit is natuurlijk al een leuke foto. Maar we zien er ook nog een van jou. Ja. Kijk. Ik dacht, ik ga er even voor. Ja, nou, je hebt helemaal gelijk. Ja. En hier heb je, volgens mij heb je Shinky Knecht weggeduwd gewoon. Dat jij daar door is. Ik deed die elleboog van die voetballer eerst. Ik kan hier met 5 vrouwen op het scherm. Dan wil ik ook. En Susanne Schutting, die, ik weet eigenlijk niet precies wat ze daar doet. Nee, geen idee. Nee, geen idee. Ja, het is trouwens wel een lekker plaatje. Ja, maar ik volg jou nog, ik volg jou op Instagram, maar ik zie dan niet dat je zo'n plaatje op Instagram zet. Nee, maar dit mocht eigenlijk niet. Oh nee? Nee, ze had ook gezegd, geen foto's maken daar, maar ik dacht, heeft niemand door. Nee, joh, er valt niemand op, joh. Ja, heerlijk. Het is natuurlijk gewoon ontzettend... Het is opmerkelijk trouwens, het is voor het eerst geloof ik dat het echt een mix is van Paralympische en Olympische... Ja. Want jullie kennen elkaar misschien ook niet eens zo goed, of wel? Onderling bedoel ik. Nou, ik ken Bibi Almento ken ik goed. Ja? Ik heb bij een van mijn sponsoren heb ik mijn eerste sponsorcontract bij haar getekend. Toen was zij daar manager van. Ja. Dus wel een hele grappige band. En ik vind het gewoon super mooi om die verhalen te volgen. En ik denk dat het heel bijzonder is dat we zo met z'n allen bij elkaar waren. Ja. Ja, zeker. Was dat voor jullie ook leuk? Ja, het was super bijzonder. Ik bedoel, zij hebben ons heel goed opgewarmd. Het is heel mooi om naar Olympisch te kijken. En dan moet jij nog. Ik bedoel, het zijn allemaal helden. En om daar dan tussen ook te staan, ja, dat is toch wel... Jullie waren wel tevreden met het voorprogramma? Zeker weten. Zeker. Ja. Zullen we toch even nog wat sportbeelden gaan bekijken? Vooral, Lisa, jij stond in de finale tegen de naam die net al genoemd, Bibi Almento. Ja. Natuurlijk een... Iconische sportvrouw. Die ook verschrikkelijk veel tegenslagen heeft gehad. En op een ongelofelijke manier er altijd maar weer bovenop opkomt. Je kent haar natuurlijk goed. Ja. Ja. Zij heeft jou ook wel een beetje geholpen en gecoacht. Ja, zeker. De eerste jaren heeft ze mij zeker heel erg geholpen. Om in de sport terecht te komen. En in het begin heeft ze mij ook gecoacht. Eigenlijk tot aan Sochi. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder.
Maar goed, als je tegenover elkaar staat, dan schaats ze rustig over, of de snowboard ze rustig over je heen, hoor. Ja, ja, dat is te zien. Ja, laten we even kijken. Ja. En dan kiest Bunschoten de ideale lijn, gaat onder Mentel door. Schreeuwt het uit. Een sprongetje wat hoger genomen, Mentel er weer naast, daar een lichte aanraking met elkaar. En dan valt Bunschoten heel hard. Mentel staat op, maar wat is er aan de hand met Bunschoten? Mentel kijkt nog een keer om. Bunschoten is al uit balans in de lucht en dan komt Mentel met haar snowboard over het gezicht van Lisa Bunschoten. Dat ziet er niet goed uit. Maar natuurlijk gaat Mentel door. En daar is Bunschoten, gewond aan haar gezicht. Met de felicitaties voor haar snowboardmoeder, want dat is Bibian Mentel voor haar. Ja, best een aardige Jaap. Hij zit, ja. Ja, het is ja helemaal... maar hij ziet er een stuk kleiner uit dan op de foto, gelukkig. Ja. Ja. Je ziet hem nog wel. Ja. Ja, de hechtingen zijn er een paar dagen geleden uitgegaan. Dus, ja. Maar ik denk dat het over een halfjaartje bijna niet meer zichtbaar is. Dus... Wat heb je van haar geleerd? Ja, heel veel. Ik heb aan het begin de beginselen van het snowboarden, van het racen van haar geleerd. En ja, toen eigenlijk steeds verder uitgegroeid. Ja. Ze heeft mij meegenomen in het begin van de sport. Dus... Ja. Wanneer ben je begonnen? Hoe oud was je toen? Ik was 15 of 16 toen ik begon met wedstrijden. 16, ja. Denk ik. Ja. Want je, even niet te lang hoor, maar wat is jouw handicap? Nou, ik mis nu mijn voet. Ik ben geboren zonder kuitbeen, zonder kruisbanden en met een veel korter linkerbeen. Die hebben ze verlengd toen ik 6 was. Ja. En toen ik net 16 was, hebben ze mijn voet geamputeerd. Ja. En wat was het moment dat je dan toch dacht, nou, maar snowboarden, daar kan ik er allemaal wel goed mee. Nou ja, ik ben eigenlijk begonnen met snowboarden door mijn broer, die altijd graag op wintersport wilde. Ja. En ik kon geen skischoenen aan. En hij zei van, joh, ga eens gewoon proberen te snowboarden. Ja. En toen vond ik het eigenlijk gelijk helemaal te gek. En ja, later heb ik Bibian leren kennen en die zei van, lijkt het je leuk om dit meer te gaan doen? Ja, ja, tuurlijk lijkt me dat leuk. En toen ben ik er zo ingerold en is het eigenlijk allemaal best wel snel gegaan. Ja. Zullen we even naar jou kijken, Chris? Hebben dat, jongens? En Vos heeft er zin in. In de kwalificatierun laat hij meteen zien dat hij in vorm is. Hij zet de tweede tijd van de ochtend neer. Zichtbaar tevreden en terecht, want hij doet mee om de medailles. Door de achtste en kwartfinales gaat hij heel makkelijk. In de halve finales is het iets moeilijker. En dan komt hij uit in de finale tegen de Amerikaan Mike Schultz. En daar gaat Vos al onderuit in het bovenste gedeelte. Vader en moeder Vos balen als een stekker. Hun zoon ligt er nu al uit. En dan komt hij natuurlijk nooit meer terug van die achterstand. En dan gaat Schultz naar de Paralympische titel toe. Maar Chris Vos komt nog met een stuntsprongetje binnen over die laatste kikker. En pakt, blij als hij is, het zilver hier in Johnson. Ja, je bent ook echt blij, hè, daar, hè? Ja, dat is wel een ja, ik bedoel... Mijn droom was ooit in die finale staan en de kwalificaties gingen goed. Dan moet je altijd dus ook een beetje een loterij hoe je terechtkomt en tegen wie je dan gaat racen. Ja. Het kwam goed uit. Ik was het meest zenuwachtig voor de halve finale en uiteindelijk won ik die. En ik zat op de sneeuwscooter naar boven. Eigenlijk kijk ik meestal niet naar de crowd, want dan word ik te enthousiast. En dat deed ik toen wel. En ik ging de sneeuwscooter op, keek nog een keer terug. Toen brak ik eigenlijk wel, want toen dacht ik, holy shit, ik sta gewoon in die finale. Je realiseerde je eigenlijk, ja, de tranen schoten in mijn ogen. Ik kwam eigenlijk bovenaan en toen was het eigenlijk bij mijn coach. We keken elkaar aan, we got a job to do en we gaan gewoon voor het goud. Ja, ik ben er vol voor gegaan en dat pakt alleen dan niet helemaal uit. Maar ja, dan heb ik die zilveren medaille en dan, dan kan ik alleen maar blij zijn. Ja. Ja. Je hebt een boek voor je liggen. Ja. Dat heb je gemaakt, niet alleen geloof ik, ook met je ouders, hè? Ja, ja, het heet Extreme. Ja? Ja, Extreme, het is een beetje ons leven. Het gaat echt een beetje op en neer en het is criss-cross door elkaar. En het gaat over het verhaal als klein jongetje, toen ik als 5 mijn ongeluk kreeg. Dat de eerste 3 maanden het dagboek van mijn moeder bijgehouden. Het staat er allemaal in. En dan eigenlijk de road naar Sochi en Korea, wie me daar allemaal hebben bij geholpen. Maar ook... Want jij was een kleine jongen, je was 5, meen ik, geloof ik. Toen is er een graafmachine over jou heen gereden, terwijl jij aan het spelen was in het zand. Ja. En dat heeft geleid tot 3 breuken in je bekken? Ja, mijn bekken waren eigenlijk gecrushed. Dus er waren allemaal aderen stuk in mijn lichaam en de zenuwen in mijn rechterbeen waren kapot gescheurd.
Dus ja. Mijn rechterbeen... Kun je daar iets van herinneren eigenlijk? Of niet? Nou, eigenlijk niet. Dus, nee. Dus ik vertel het verhaal en dan... Gaat eigenlijk over een ander raken. Ja. Nee, maar het is heel mooi hoe dat beschreven staat... van de eerste 3 maanden van mijn moeders dagboek. En dan eigenlijk het optelsommetje naar nu. Eigenlijk alleen maar hele mooie verhalen. En dan, het is vers van de pers. Er staan allemaal hele mooie foto's van Korea. Maar zijn ook tips voor misschien anderen... die in een soortgelijke situatie zitten... en die inspiratie eruit halen? Ja, we horen heel vaak om ons heen van mensen van... ja, moeten we nou heen, prothese maken, dit en dat. En het is eigenlijk gewoon een opzet voor dat mensen niet weer het hele wiel hoeven uit te vinden. En gewoon een boek vol inspiratie over wat er wel mogelijk is. En, dat zie je. Want dat is toch de vraag die ook voor jou, Kjeld. Wat is toch de inspiratie? Je hebt ontzettend veel inspiratie nodig om te doen wat je doet. Ja, zeker. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat je wel eens zou kunnen denken... namelijk van, ja, weet je, het schaatsen, nou wel even klaar mee. Ja, nee, ik heb dat... Ik kreeg ook best wel vaak die vraag van... na de Spelen, natuurlijk was ik jaloers op iedereen die naar huis ging. Maakt niet uit. Na de Spelen, iedereen die naar huis mocht. Huldiging en dan lekker naar vrienden en familie. Ik moest nog naar de WK Sprint. Zeker moeilijk om je op te laden. Dat vond ik helemaal niet. Ik heb gewoon altijd die motivatie. En altijd, wat voor wedstrijd het ook is. Ik kan in de zomer bij een van een lullig trainingswedstrijdje... kan ik gewoon zenuwachtig aan de start staan. Want ik... Ja. Ik vind die sport mooi, ik vind de beleving mooi, ik vind wedstrijdrijden gaaf. En dat komt allemaal door het gevoel wat ik krijg van het schaatsen. En ik heb daar gewoon liefde voor. En ik denk dat jullie dat voor je sport ook hebben. En, zeker. Daar haal je een kick uit en dan haal je een gevoel uit. En ik moet gewoon schaatsen. En ik vind alles mooi wat daarbij hoort. Ja, het is ook het feit dat als we dan op vakantie gaan, denken mensen, ga je dan naar de zon? Nee, we gaan een keer naar Aperski en we gaan lekker snowboarden en poederij en lol met onze vrienden. En dat is gewoon in het snowboarden. Wat dat gaat, hebben jullie allebei wel een goede partner gevonden daarvoor. Zeker ook, weten. Want jullie zijn samen het setje, hè? Ja. Ja. Wat een toeval. Helpt wel. Wat anders. Gaat uit de mensen. Ja. Heel zoet, allemaal. Nou, Sven Kramer zei, geloof ik, vlak voordat de Olympische Spelen afgelopen waren... of net daarna, de week niet meer... Ja, over 3-4 weken, dan staan de meeste van die mensen allemaal weer... en ik denk dat dat voor jullie ook zo geldt... die staan eigenlijk allemaal weer ergens in de rij voor een uitkering... want veel meer is het niet. Was dat cynisch of is dat echt zo? In zoverre. We hebben gewoon... ik schat dan bij Team Jumbo, Lotte Jumbo... en dat is wel de grootste ploeg van Nederland. En ik denk dat er vroeger wel meer geld verdiend werd als je kijkt naar het schaatsen... en dat je... bedrijven als SpaarSelect, Sponsorloterij. En daar ging gewoon meer geld in om dan nu. Ja. En als je de grootste ploeg hebt, zoals wij... dan is dat ook aan de ene kant is dat heel fijn. Aan de andere kant, de marktwerking... is dat, als er maar één groot team is, dan is het ook heel makkelijk. Hè? Ja. En dat is voor andere bedrijven is heel makkelijk. Ze zetten een team en ik hoef maar dat te betalen. Want er is niks anders. En als je gewoon 3 hele grote teams hebt... dan heb je een beetje marktwerking en dan gaat er... Dan krijg je gekocht worden. En dan... Ja, wij krijgen ook heel vaak de vraag, wat is nou jullie geheim? Als Nederland krijgt van buitenlandse pers onder te... Wat doen jullie Nederlanders nou? Wat maakt jullie zo goed? Ik zeg, wij hebben zoveel goede Nederlandse schaatsers. En wij moeten onze bal uit de boek rijden om überhaupt te plaatsen voor de Spelen. Ja, ja. En als we hier dan staan, dan zijn we gelijk medaillekandidaat. En dat is onze kracht. En dat komt alleen maar omdat we supergoede teams hebben in Nederland. Ja. En hoe meer, hoe beter. Maar nog even toch terugkeerend naar mijn vraag. Is er gewoon, behalve... Kijk, zo'n Irene Wüst bijvoorbeeld. Toch echt een van de beste vrouwelijke schaatsers die we ooit gehad hebben. Die heeft gewoon dan geen team meer. Nee, ja. En kijk, hoe dat gegaan is natuurlijk ook wel treurig. Alleen... schattelijk naast. Wat wel gewoon... Kijk, wat ook wel heel normaal is. Is als je stel je stapt als sponsor in. En je maakt een plan voor 4 jaar. Dus bijvoorbeeld, ik wil met een team starten naar de volgende Spelen in Beijing. En ik ga daar naartoe werken. En dan is dat klaar. Dan weet je dat de hele tijd. Ja. Dat klaar is. En dan maak je daarna plaats voor een nieuwe. Ja. En dat zijn hele normale dingen, denk ik. Maar goed, er zijn dus een aantal mensen die gewoon straks geen inkomsten meer hebben. En het allemaal weer moeten vinden. Hoe is dat bij jullie eigenlijk, bij de Paralympische Spelen? Nou, ik zit heel goed. Ik word heel mooi ondersteund door Toyota. Ja? Mag ik die wel noemen eigenlijk? Nee, sorry. Wat zijn je? Nee, en ik heb daar een hele mooie ambassadeurschap bij. En ik denk dat je er ook een beetje geluk bij moet hebben. En dat je een juiste partner zoekt bij een bedrijf waar je bij past. Maar dat is gewoon verdomd lastig. Ja. Want je wil nog wel even door natuurlijk. En jij ook, denk ik. Ja, zeker. Ja. Jij gaat de snelste man ter wereld worden, denk ik. Ja. Ja. De snelste man lopend is Usain Bolt. Ja. Ik geloof dat je daar al een fles champagne van gehad hebt. Is dat niet zo?
Ja, wat moest vandaag je daar, gehad. Wat moest je daarvoor doen? Ja, die mooie pose van hem op het podium. Ja, die heb jij. Ja, en, dat, en die heb ik winnen vandaag. Okay. Ja, dus die, wat is jouw, wat is de snelheid? Waar ga je voor? In Zweden? Ja, ik ga naar Zweden met een sponsor van mij. Ja. En gaan een heel vet project doen. En ja, het is niet echt een recordpoging, maar het is echt de vraag. Ik wil gewoon de snelste man op... Oh, hier zie ik het beeld. De snelste man worden op ijs. En niet alleen op de klok, maar gewoon echt een snelheidsrecord. En wat staat er nu als, als tijd? Ja, ja op, dit is wat wij gaan doen. Nu is nog nooit gedaan. En ik kijk, op ijs ga ik 61 km per uur. Ja. Dus, en daarboven weet ik eigenlijk niet... Ja, wat mijn schaatsen doen, wat mijn lichaam doet en wat ik aan kan. Door die auto en het windscherm wordt de luchtweerstand volledig weggehaald. Ja. Dus ja, de mogelijkheden die liggen er om, om heel hard te kunnen gaan. Nou ja, ik zie hier rond de 90 kilometer gelden. Dat zullen, niet, zullen ze niet voor niks erop zetten. Ik doe dit wel eens zonder dat windscherm natuurlijk. Maar dan met de klep open en dan rijdt mijn vriendin de auto en dan ga ik erachter skiën. Serieus? Ja. En hoe ver kom je dan? Nou, dan rijd ik een half uurtje lang rond de 40, 50 kilometer per uur. Op asfalt, op skilers. Ja. En dat is natuurlijk niet zo mooi uit de wind als dit. Nee. En op schaatsen gaat het ook veel harder. Maar ik, dat is de vraag. Ik weet niet hoe hard ik kan. Ik weet, en, spannend. Ja, het wordt heel leuk. Wanneer en, weten we dat? Eind maart, begin april. Moet, kijk, weersomstandigheden... Maart, begin april, dus volgende week dus eigenlijk. Ja, ja. Ja. Het klinkt allemaal heel ver weg. Ja. Nee, ja, ik ga binnenkort naar Zweden. Oké, nou, we zijn benieuwd. Ja. Dank jullie allemaal en ontzettend nou, geniet van het succes. En van je groep. En van alles. Jij mag wel kijken. Kijk maar. Jij mag kijken. Jullie mogen allemaal kijken. Dit was hem voor vanavond. Wij zijn er maandag weer. Goed weekend. Tot dan.